Nog maar één nachtje slapen en we staan weer met z'n allen tegen grote schermen te brullen. Want voetbal is niet alleen oorlog, het is vooral heel gezellig. De brandweer vraagt deze week dus vooraf aandacht voor brandveiligheid tijdens het EK. Maar wat doen ze precies? We hebben steekproefsgewijze controles voor de horeca. Daar zijn onze controleurs, onze inspecteurs, die zijn daar al druk mee doende. Die bezoeken die horeca, kijken dus naar die versieringen, brandbare versieringen, maar ook nooduitgangen en blusmiddelen en dat soort zaken. Soms is het ook nog even heel handig om zelf eens een testje te doen. En als er allerlei brandende druppels afkomen, dan weet ik van tevoren al zeg maar, dat het niet goed is. Wat zei je? Soms is het ook nog even heel handig om zelf eens een testje te doen. Dan horen we het toch goed. Nou ja, als je erop staat. Maar is één peuk echt genoeg om alles in vlammen op te laten gaan? The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Ja dus, doet u voorzichtig morgen. Fijne wedstrijd.